Hey, hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's All Tracks, de enige echte. We zijn in... Ja, we zijn waar eigenlijk? Ik weet niet waar we zijn. We zijn waar ergens, jongens. Oh, is het niet toevallig... Is dat niet toevallig Scheveningen? De mosselman, zeg ken jij, de mosselman. Ik had het Scheveningen. Ja. Zeg ken jij, mosselman. Awesome. Nou, ik ben hier met monsieur. Met monsieur Kavinsky. Hallo. En ik ben met monsieur Ramon daar weer, hè? Godverdomme. Jij moet ook echt op elke vlog moet jij ook Ramon, waar heb je nou godverdorie? Jij hebt je drop laten leggen. Waarom gooi je nou weer zo je drop neer? Nou, die heb ik toch wel leuk. Oh, je geen trek meer. Gelukkig heb ik het niet neergegooid, dat is echt schild. Dat is ook mooi, hè. Dat is mooi, ja. Hij plukt gewoon zijn drop even neer. Ja, waar gaan we naartoe naar Scheveningen? Nou, ik ga even lekker naar het vispaleis, even een visje halen. Of zo. En daarna gaan we daar naar die kveder. Gooien we ons even vol. Dan geven we ons daar nog even vol met drank daar zo. En weet ik veel allemaal, weet ik veel wat we gaan doen. En daarna gaan we nog even winkelen. Daarna gaan we nog even winkelen met Kevin's en... Ja, dat zou we willen, hè? Op Kevin's creditcard gaan we nog even de boel leeg halen. Ik heb niet eens geld. Ik heb geen geld. Jawel, je hebt een creditcard, jij. Ja, we niet verder vertellen. Nou, hup, bier. Kijk, ik zie al bier staan. Bier. Ja, bier. Gelijk even volgooien. Bier inzicht, hè. We weer op straat. Ja. Ja, dat doe jij elke keer. Dan hebben we op straat. Hij snapt het niet. Ja, waarom volg je me dan? Nou, dan gaan we de andere kant op. Zo, dan gaan we de andere kant op. Wat doe je nou allemaal? Jongen, echt waar, jongen. Kijk, hier hebben we de powerboat. Kijk, daar hebben we de powerboat, hè? De powerboat. Even Rudersen. Die kunnen we huren als het goed is. Gezellig, gaan we even lekker met de powerboat. Boek hier, Evans en Moore. Fantastisch. Kijk, nou, hier heb je weer een of andere Italiano. De dagvisser. En weer Heineken, die kun je je eigen weer volgooien met drank. Als je dat wil, als je het leuk vindt. Gooi je eigen lekker vol met drank hier, ook. Nou, dan kun je daar zo kun je ook nog een stukje gras eten. Kijk maar, lemongrass. Dan kun je ook nog een beetje gras eten. En een wijnrestaurant, dus kun je ook weer je eigen volgooien. Die kun je je eigen hier wel flink volgooien met drank hier, ja, die kun je je eigen... Dan kun je je eigen helemaal volgooien met drank hier, ho. Schip ahoy. Piraatjes. Zijn je blut bent een pizza bar? Nee, dan gaat het niet, hè. Ja, dan moet je ook niet 700 keer naar België gaan, hè. Zo vaak ga ik niet. Nee. Toen spreekt hij weer met zijn vriendin af. Oh, zei ik dat nou hardop? Ja, dat zei ik hardop. Fuck. Heb ik het nou even over? Waar hebben we het over? Ja, ik weet het ook niet. Weet het over. Ramon, wat zei je nou allemaal? Wat zeg je nou allemaal? Nee, daar heb ik het helemaal niet over. Nee, maar we gaan even gezellig even lekker naar Scheveningen. Even gezellig naar Scheveningen. Nou, hier heb je nog een hele mooie torenflat hier, ook. Schitterend, hè? Mooi, ja. Is dat interessant? Ja, dat is heel fantastisch. Kan mij het interesseren, joh. Het interesseert mij dan nou allemaal. Hier kun je nog even haring halen. Nou, dan doe jij toch niet haring. De geur komt wel tegemoet. Als het vlees is, is het wel lekker. De geur komt tegemoet. Nou, hier, kijk, er wordt net een doos uitgeladen. Ja, heb je dat? Ja, oké. Okay. Ja, heb je dat? Nou, we gaan even een stukje wandelen hier, ho. Dan gaan we wel even kijken wat het wordt. Het regent wel een klein beetje. Hey, op mijn lens is ik nat, op mijn camera is ik nat. Ja, dat is iets minder. Maar, kijk, hier heb ik nog de Whiplash themaavonden. Gezellig. Letselschade. Dat was weer minder. Ja, dat is als Ramon vervelend is. Dan geef ik hem gewoon.
geef ik hem gewoon even, breng ik hem gewoon even letsel toe. Kun je hier zelf naar de letselschade toe. Ja, dat zijn we weer aardig. Zijn we weer aardig. Altijd. Ik ben altijd aardig. Soms zit er mee, soms zit er tegen. Vroeger kwam ik hier ook altijd heel vaak. Altijd met mijn vader en mijn moeder altijd lekker gezellig naar Scheveningen toe. Ja. Je kwam vaak hier. Mooi, hè? Dus kijk hier, zo'n ouderwetse Haagse. Haagse koffietent, nou. Kijk, nou. Leuke Haagse koffietent. Koffiehuis Lenny. Lekker bakje pleur in de kano. Lekker bakje pleur in de kanootje erbij, gezellig. Gewoon oversteek, joh. Kan jou het verdomme, man. Kan jou het schelen. Steek gewoon over. Ja, het in de gaten. Jongen. Nou, hier, ben ik weer, hier kun je ook eigen weer volgooien met drank hier ook. Kijk, hier kun je ook eigen weer volgooien. Ik vind wel dat het de laatste, ik vind wel dat het in deze vlog ontzettend veel over drank gaat, Kevin. Ja, zullen we er komen? Wie begint daar ook over? Ja, jij begint er elke keer mee. Jij begint elke keer met, hier kun je eigen volgooien met stevige drank. Ja, daar ben jij ook wel achter. Want ik drink niet. Nee, nou vorige keer jongen, gisteravond hè, toen kwam ik bij Kevin, aan thuis. Ik was in België, en nou jongen, deed de deur open jongen, helemaal zo jongen, stom Lazarus was die. Helemaal stom Lazarus, overal drank en zo van hup. En we gaan nog niet naar huis. Zo, hou gewoon je bek dicht, lelkind. Nou. Zo, tering, zeg hé. Verschrikkelijk lelkind. Lekker zijn bek dicht houden. Ben ik wel, krijg je niet. Geen goed halen. En Ramon, wat vind jij ervan? Ja, het is niet... Ramon was hier nog nooit geweest, zei hij. Nee, dat klopt. Ik ben inderdaad hier nog niet in. Nou, volgens mij ben je gewoon... Bart is even. Ja, wacht eens even. Je bent een vuile persleugenaar, want je bent hier wel al een keer geweest. Samen met mij en mijn moeder toen. Met de kerst. Okay. Ja, echt waar. Ja, maar ja, dan... Twee, drie jaar geleden. Waren jouw ouders waren toen weg met de kerst. Ja, dan zal ik misschien op. En toen zei jij van, nee, dat was, nee, volgens mij, nou, weet ik eigenlijk, nee, dat was niet hier, hoor. Dat was Kijkduin was dat. Ja, dan volgens mij was het Kijkduin. Ja, dan is het inderdaad... Zijn we toen naar Kijkduin geweest? Ja, nou ja, ik weet het niet meer. Ja, voor mij was het Kijkduin was het toen volgens mij waar we toen geweest waren. Ramon, maar hij is me gewoon weer vergeten. Hè. En Ramon is nou, kijk, Ramon is nou een van mijn beste vrienden. Hè. Maar hij vergeet mij gewoon. Echt schandalig. Toevallig kan ik me wel herinneren dat inderdaad Kijkduin was. Ja, voor mij was Kijkduin, ja, toen was je niet geweest. En met, hoe heet die? En toen die dag met en Frans en zo, met Dirk, dat we naar die museum zijn geweest in Den Haag. Daar was ik volgens mij niet. Nee, daar was jij niet bij, hè? Nee, want toen zijn we wel naar Scheveningen geweest. Nou, in ieder geval, wij gaan weer heel even een stukje verder lopen. En dan, we zijn er bijna in ieder geval. Ja, we zijn er bijna, maar dan moet je nog helemaal die kant op lopen, helemaal, voor de winkels en zo. En uiteindelijk... Dus, maar goed. Dan kan het helemaal kloppen dat ik hier nog niet eerder ben geweest. Nee, nou ja. Nu kan je in ieder geval nooit meer zeggen dat je hier niet geweest bent. Nee, ja, niet. Nee. Want we hebben nu volop bewijs. Ja, precies. Staat volop op beeld. Ja, precies. Hè. Dat is het alweer. Dus hij kan nu niet meer zeggen dat hij niet geweest is. Ja, precies. Hè. Dan kan ik ook zeggen dat nu één keer geweest is. Hè. Dus, nou, dit is... Helemaal goed verhaal. Ja, een of ander gebouw met een kade of zo, weet ik voor wat. Weet ik voor wat het allemaal is. Interesseert mij het ook allemaal. Nou, we zijn bijna bij. We zijn bijna bij het strand. Ja, wat is het druk? En het is echt pauper druk is het. Je breekt je nek haast over de mensen. Oh shit. Nou. Kijk eens, wel een mooi gezicht. Fantastisch, hè? Ja, fantastisch. Ja. Daar kan je voor mij lopen, daar zo. Ja, klopt. Dat is leuk. Zo. Je gaat vooral lopen, hè? Nou, kijk jongens.
dit is Scheveningen. We zijn er hoor, Scheveningen. Het. En scheef dat ze lopen. Je moet gewoon je bakken houden, jij. Vervelende klier dat je er bent. Nou, wat doen we? Lopen we even daar naartoe of weet ik voor wat we gaan doen? Rechts. We gaan gewoon, ja, je moet even die kant op lopen, dat is 50 meter. Dan heb je een trapje naar beneden. Dus nou, hier allemaal strandtentjes. Kun je ook weer je eigen voldouwen met drank en weet ik voor wat. Je eigen volvereten, weet ik voor allemaal. Wat je kunt doen. Dus, maar dat is wel gezellig. Hé, wat is er allemaal? Is de brand? Kijk, dit is GTA. Kijk daar hebben die GTA strand. Kijk, het reuzenrad staat er al. Alleen de achtbaan hebben ze niet gebouwd. Ja, je bent niet verslaafd, hè, GTA. Nee, ik ben niet GTA verslaafd. Het was hier GTA. Ja, ja. En dat is druk op het strand. Dat is druk op het strand. Dat mag ook. Zo, nou, we gaan naar beneden. Nou, dat ben ik ook. Ik ben een oude lul. Kijk, hier hebben we de vuurtoren. Kijk, hier hebben we de vuurtoren. Zolang hebben we niet gelopen. Nee, je hebt nou al kapot. Moe. Kijk, hier heb je GTA, hier heb je het GTA-strand. GTA-strand, ja. Daar heb je GTA Kevin. Kevin, heb je nog wat heel belangrijks te zeggen? Nou. Nog hele belangrijke dingen te melden. Nou is je mogelijkheid, je seconds of fame. Nee. Weet ik voor allemaal. Heb je eigen camera bij je? Nou, dan wordt dus weer geen... dat wordt weer geen vlog van abnormaal vandaag. Ik heb mijn telefoon bij me. Oh, ga je daarmee vloggen? Ja. Oh, gezellig. Nou, er komt ook nog een vlog van Kevin. Komt er ook nog gezellig. En een vlog van Ramon. Oh nee, Ramon heeft een camera bij hem. Ramon die een vlog maakt. Ik word dood. Ja, en plus vastgelopen met de tulk, heb ik ook altijd vastgelopen. Nee, met zeg je nou, heb je uit de prullenbak gegeten? Nee, dat was niet. Hij heeft op een prullenbak geslapen, zei hij. Nou, fantastisch, sorry, ja. Nou, kijk jongens, sorry, eens wat een uitzicht. Daar zijn ze lekker aan het vliegen, daar zo. Gezellig. Is dat wel weer even een leuk momentje om... Hier staat een of andere schep of zo. Daar kun je mee scheppen. Voor die kinderen is dat heel erg leuk. Kijk hier ook. Nou, dan heb je hier weer een strandtentje. Dus is dat te doen? Nee, deze brug die was er eerst nog niet. Ze hebben een hele nieuwe brug gemaakt. Die brug die was er eerst nog niet. Kijk eens wie we daar hebben. Het is Kermit de Flikker. Zo, en we zijn alweer een stukje verder. Ondertussen. 100 meter of zo. Nou, ik zie de reuzenrad komt steeds dichterbij. De pier, hè? Ja, we zijn bijna bij de pier. Ja. En ja, ik weet niet wat ze hier gedaan hebben, maar we hebben een of andere helemaal gegraven met allemaal holletjes en kjeltjes erin, heuveltjes erin. Dus dat is ook wel heel erg grappig. Zo. Dus, ja, het is allemaal uitgegraven en zo. En kinderen spelen erin. Ik denk dat de hond het ook wel geweldig had gevonden als hij nog geleefd had. Voor honden is het ook wel een ontzettend leuk om er nou weer lekker in te rozen en zo. Dus ja, we zijn bijna bij het, zeg maar een beetje het centrum waar alle winkeltjes en zo zitten. Daar gaan we zo even naartoe lopen. Zijn we nou bijna. Het is echt hartstikke druk is het ook. En ja, het is wel gezellig. Hier heb je Veronica. Kijk, hier heb je Veronica. Dat is een bekende zender net. Of weet je niet, niks hè. Net wel, net hier. Dus er staan de tentjes.
Ja, allemaal tentjes en zo zijn dit. Dus we gaan wel even kijken wat het allemaal is, hè. We gaan het wel zien, hè. We gaan het wel meemaken. En Kevin? Nou, Kevin die zei er net dat hij ging vloggen, maar hij gaat toch niet vloggen? Wie weet? Wie weet? Oh, misschien gaat hij nog wel even vloggen. Ja, maar zo word je. Zo word je kanaal nooit famous, Kevinski. Maakt niet uit. Ah, maakt niet uit, zegt hij dan nog. Als we maar zo'n goede ding maar hebben, is mooi. Ja, jij moet eigenlijk ook eens even vlogs gaan maken, jij, hè, voor je kanaal een beetje op te pimpen. Want... Telefonisch. Ja. Kun je ook met je camera doen. Ja, ja, ik denk dat een zo van met jou en zo nog even een beetje dingen zo even vertellen. Ja, dat is ook mooi. Maar hoe vind je het hier ook? Ja, tot nu toe vind ik het wel leuk om een beetje rondlopen zo eigenlijk. Dat is, ja, toch? Dat is inderdaad niet verkeerd, hoor. Dus geef wel leuk gezicht zo hier zo, moet ik zeggen. Het heeft wel wat goed zo. Even bekijken, hè. Beetje, ja, zo, toch? Een beetje rondlopen. Even, duik even het papier misschien nog heel even kijken. Een beetje even overal kijken zo. Dus papier hier. De pier hier. Wat? Een Efteling? Papier, wat zeg je nou? Efteling? Waar? Waar is dat, Efteling? Ik heb geen idee. Geen idee. Vertel jij het maar. De Fat Mermaid. Een bier in de pier. Ja. Dat is mooi, hè? Neem een bier in de pier. Nou, dat ga ik daar zeker doen. Ja, dat een lekker biertje nemen. Lekker, man. Ja, dat niet ik heb wel trek. Ik heb wat trek in, want hier kun je nog voetballen. Kijk, hier twee doeltjes. Voor de kleine kindertjes. Oh ja. Geinig, hè? Ja, toch, geinig, hè? Ja, geinig. Geinig, hè? Nou, en dan speelkussen. Springkussen voor die kleintjes, ook wel ontzettend leuk. Dus, en hier heb je allemaal, ja, restaurantjes. Allemaal restaurantjes waar je lekker wat kan drinken, wat eten, op je gemakkie. Kijk, je lekker kampvuurtje erbij, gezellig. Dus, ja, dat is wel, wel gezellig, hè. Wel gezellig, hè. Lekker kampvuurtje erbij. Dus kijk, lekker eten erbij, gezellig. Oh, lekker eten erbij, gezellig hoor. Nou, bestel even een. Nou, bestel even een tafel, dan gaan we ook even eten. Ja, ik kan maar mooi wezen. Ik kan maar mooi wezen. Ik kan maar beter iets hebben dan niets, zeg hem altijd. Iets dan niets. Maar het ziet er heel erg gezellig uit. Mooi. Het is best wel druk is het. Ja, het valt mee hoor. Maar het valt wel mee. Oh. Hij zegt dat het wel meevalt. Kijk, hier heb je ook zo'n... Mooi, ook zo'n, zo'n vuurtje erbij, gezellig. Kun je even lekker zitten, even lekker gezellig wat drinken erbij. Moet je niet Kevin bij je hebben die echt met 180 overal voorbij scheurt. Rustig hoor. Oh, loop je gewoon rustig. Oh, sorry hoor. Sorry hoor. Sorry hoor. Sorry hoor. Sorry hoor. Ik zal het niet meer zeggen, sorry hoor. Hier de wc's. Lekker gezellig muziekje erbij. Lekker vuurtje erbij. En ja, ik denk dat ik daar eens even lekker wat ga drinken dadelijk, jongens. Ik vind het wel lekker. Lekker even pilsie. Lekker pilsie erbij. Kijk, hier zit je lekker hoor. Je kunt zelfs nog roken. Zullen we hier gaan zitten? Ik vind het wel gezellig. Kijk, lekker vuurtje erbij. Dus ik vind het wel wat hebben. We gaan gewoon lekker gezellig hier zitten. Hoppa, even de kussens opzij. Nou, kijk eens hoe lekker ik zit. Hoppa. Dus gaan we even lekker een pilsje nemen, denk ik. En dan spreken jullie dadelijk weer. Tot zo.
Zo, en we zitten even lekker aan een lekker biertje zitten we even. Heerlijk hoor. Ramon ook. Ja, precies. En Kevin zit lekker aan een ijstietje. Die heeft ook heel erg naar zijn zin. En ook heerlijk ijstietje erbij. Ja, en ook heerlijk biertje. Dat en Ramon die zit lekker aan bier samen met mij. Tjaka, lekker. Proost op iedereen. En, hoe smaakt die? Lekker golsie? Ja, hij is allemaal super lekker. Ja, het smaakt wel goed, vooral omdat het ook zo lekker goed is, hè? Dan ga ik ook eens even een lekker stokje nemen. Ja, dat is mooi. Ja, dat is zo groot is. Lekker hoor, jongens. Proost. Heerlijk. Nou zeggen we expres één naam niet, maar nu zeggen we alleen maar proost voor deze keer. Nu zeggen we alleen maar bij het proost. Normaal gesproken zeggen andere mensen proost, maar nu zeggen wij proost, hè? Zeg maar zo. Allemaal weer op zitten zeggen, maar. Nou, oké. Okay. Okay. Zo jongens, dus nee, we zijn vanaf lekker aan het... Mag ik dat doen dat knippen? Nee. Maar, ik zou wel bij hem maken, maar dan moet het dan dus, hè? Je moest eens weten wat ik af en toe uit die video's moet knippen. Wat allemaal verkeerd geschreven is en verkeerd gezegd is. Mm-hmm. Zo, knip mijn rot. Knip mijn rot, hè? Knip. Dus lekker. Normaal moet ik altijd rijden, dus... Ja, dan kan ik gewoon niks drinken, want als ik moet auto rijden, dan drink ik nooit. En nou, laat ik me eigenlijk een keer lekker rijden door Kevin. Kevin die... Dat klinkt weer zo fout, dit. Dit klinkt weer zo ontzettend fout. Lekker laten rijden, ja. Nee, maar nou ben ik lekker bij Kevin mee gereden, dus nou kan ik lekker zelf... Kan ik lekker zelf... Kan je nog even lekker een drankje doen, hè? Dus bij deze jongens allemaal proost. Ja, precies, proost. Heerlijk. Lekker groot biertje genomen. Ik kon ook nog een klein biertje nemen, maar Ramon en ik zijn gelijk voor het grote pilsje gegaan. Ja, een overheerlijk biertje, dat moet ook kunnen. Een goede proost voor iedereen hier zo, hè, die hier zo zit. Mooi, hè? Kunnen we eens een goede ding hebben, hè? Gewoon tegeltjeswijsheid, hè? Ja, precies, hè. Ik heb hier wel zo'n goed kantje geweest, hè? Dat is mooi, hè? Gelukkig mooi, ja. Van, niet, hè? Dat ja, mooi, ja. Daar maak ik een mooi dagje van, hè? Ja, mooi, ja. Ja, mooi, hè? Ja, super. En het is ook vooral niks anders beter dan lekker buiten bieten zitten. Ja, dat ook, ja, een lekker buurtje erbij. Buurtje ja. Bij, lekker warm. Ja, dan kunnen we ook niet zeggen dat dat hier koud is, dat kan ik ook niet zeggen. Zo! Pest zit dan nou niet nodig. Hi, Mel! Hij roept jouw naam. Dat is niet zo voor jou. Nee. Nee, okay, ja, dat... ja jongens, hij staat al 42 minuten straks te draaien. Wat? 52 seconden. Helemaal. We moeten knippen. We moeten allemaal geknipt worden, ja, klootzak. Zo, en we zijn op de pier en we zijn even op de pier aan het kletsen. Ketsen, wetsen. Ik heb vast een jongens. Weer knippen. Zo, en we zijn op de pier. Ik ben even weggelopen. Want Kevin die doet expres. Laat hij me lachen en laat hij me verkeerde dingen doen. Zodat ik weer een heleboel knipwerk heb in mijn video's. Ja, dit was wel heel erg verbazend. We zijn op de pier. En het meest verbazende is dat ze de winkeltjes aan het afbreken zijn. Vroeger had je hier altijd winkeltjes aan de zijkant en die winkeltjes daar ging mijn moeder en mijn zus altijd heen. Zijn ze nu aan het afbreken, hier zie je dat. Dit gaat allemaal ook nog plat, dit gaat allemaal ook nog tegen de vlakte, allemaal. En hier aan het einde hebben ze al een heel stuk afgebroken. Dus dat verbaasde me wel eventjes. Hier liggen ook allemaal van die, weet ik van wat het zijn. Er lijken wel kussens, lijken het wel. Weet ik van wat het allemaal is, van die banden allemaal. Dus ja, we zijn op de pier en we gaan even een rondje pier gaan we even doen. Ik zie daar nog een leuk reuzenrad. Ik weet niet of dat zou je wel weer extra voor moeten betalen. Dat zal wel weer duur wezen. Maar... ja, we gaan even hier over de pier even heen hobbelen. Lijkt me wel leuk. Een prachtig uitzicht over, over Scheveningen, over het strand. En het is echt een schitterende omgeving.
Hier hebben we dan Carlton Beach, zie ik. En hier allemaal huizen allemaal. Hierachter heb je het, het winkelcentrum. Dus dat is ook wel leuk. En ja, we gaan hier eens eventjes over het, we gaan hier eens eventjes wandelen, eens even kijken. Links van je zie je zand, rechts van je zie je zand. Ja, links zie je zand, rechts zie je zand en rechtdoor zie je water. Overal is alweer wat, wat op te zien. Nou, zand erover, klaar. Nou ja, inderdaad. Ik zou zeggen, jongens, zand erover, klaar. Daar verderop heb je een toren en dan kan je bungee jumpen. Als dat nog steeds is, tenminste. Vroeger kon je daar bungee jumpen. Nou, ga je bungee jumpen dan? Ja. Ik zou. Ben je helemaal gek bij, bij pa zijn? Nou, dat ik, als ik ga bungee jumpen, nou, dat zal dus echt niet gebeuren. Waarom? Nou, ga jij bungee jumpen dan? Nee, was de reden. Nou, het is een beetje, gaat een beetje hard naar beneden, hè? Dat is lastig. Ja, ja. Het is wel een beetje erg hard. Zo, wat hebben we hier nou, joh? Oh, hier heb je weer een trap naar beneden. Oh, dan kom je bij de onderkant uit. Zie je dat? Dan zeg ik, denk, hé, je hebt hier ineens een trap naar beneden. Maar hier beneden kan je ook nog even wandelen. Gaan we daar ook nog, gaan we daar ook nog even doen? Ja, dan kunnen we wel. Dat op de top. En we gaan eens even bij het reuzenrad kijken. En bij de bungee tower. En ja, ik zou zeggen, kijk en geniet. Je hebt hier een prachtig zicht, heb je hier ook. Over, over het strand en zo. Dus, nou. Als dat niet mooi is, dan weet ik het ook niet meer. Hier heb je het reuzenrad. Zal wel ontzettend veel geld kosten. Maar het is wel leuk om dat een keer te doen. Het lijkt me best een keer grappig om een keer het reuzenrad te gaan. Het is wel grappig. Ik weet echt niet hoeveel het kost. Ik ga dadelijk even er naartoe lopen, denk ik, even kijken. Oh, je kan er niet, dan moet je vanaf beneden gaan. Ik dacht dat het vanaf boven was, maar. Dan moet je dus vanaf beneden, daar kan je pas naar het reuzenrad toe. Dat werd een stuk lager. Nou, en hier heb je de bungee tower. Moest je vroeger voor betalen om daar naartoe te gaan. Ik weet niet of dat nog tegenwoordig is. Deze pier heb ook een hele tijd. Is in het nieuws geweest. Vanwege achterstallig onderhoud en een paar keer failliet gegaan en zo. Maar het is wel grappig om hier een keertje in het reuzenrad te hebben. Dat is wel grappig. Het reuzenrad, ja, het zal wel heel duur wezen. Ja, het zal best wel enorm kosten, denk ik. Ik denk niet dat dat ik daar. Dat het er vandaag gaat worden. Ik denk dat je wel een dikke portemonnee moet hebben. Om daarvoor een. Er zal best wel een aardig prijskaartje inderdaad aanzitten, maar het is wel gaaf. Je kan precies zien. Ze zullen niet zeggen van, goh, maar gaat. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk niet dat ze zeggen van, joh. Het is ook niet zo dat ik zeg van, joh. Hè, ik heb een YouTube-kanaal, ik ben It's All Tracks. Oh, die kennen we. Ga er maar gratis in. Ja, precies. Ja. Dat zal denk ik ook niet. Dat zal het denk ik ook niet zijn. Nee, ik denk het ook niet. Maar het is wel leuk dat ze dat zo gedaan hebben. Ja. Een reuzenrad. Waar je dus een prachtig uitzicht hebt over. Ja. Hier over het gebied. Dit is de Bungee Tower.
De Bungee Tower, de Bungee Tower. Bungee, bungee, bungee. Dat is ook wel, wel grappig. Oh ja, dan kan je hier weer naar beneden. Hier weer een trap naar beneden hebben we hier ook. En dan kan je die bungee tower kan je heen. Moest je normaal ook vroeger voor betalen. Ik weet niet of dat nu nog zo is. Gaan we hier naar beneden, jongens? Even kijken. Ik weet niet dat je daar nou ook weer extra voor moet betalen. Ze rekenen ook overal geld voor. Ze zijn echt een stelletje geld, wolven. Ze gaan eens even kijken. Door een pannenkoekengril zie ik. En feestlocatie. Dat is tof, hè? Moet je hier weer omhoog. Hier nog een pannenkoekrestaurant. En dan gaan we eens even kijken. Ja hoor, betalen. Kijk, moet je eens even 30 euro gelijk voor neerdoeken. Dat, hè? Zipride adults 30 euro en Zipride kids 25 euro. Kun je inschrijven? Even kijken. Dat je moet betalen. Nee, je kan het ook lopen. Ja. Dat je moet betalen. Maar dat hoeft dus niet. Dus we gaan gewoon even de toren beklimmen. En dan gaan we gewoon even kijken. Dus. Dat is allemaal van die schuine trappen. Schuine trappen omhoog is dit allemaal. Ik begin al een beetje prachtig zicht te krijgen over het water. Schitterend. Mooi gezicht hoor. Nou. Hoppa. Kevin is al voorbij gestevend. Ja, goed ja. Kijk eens, we zijn nog niet helemaal op het hoogste punt, maar moet je eens kijken wat uitzicht, jongens. Fantastisch. Schitterend. Schitterend plaatje. Nou, mag ik bij eigen wil ondertussen? Ik ben bekant dood. Nu maar eens de reuzenrad weer. Hier is de pier waar we net bovenop liepen. Daar waren we er net. Kijk eens wat een beeld, jongens. Kijk die schepen in de verte. Nou. We zijn er bijna.
naar het hoogste punt. En we zijn bij het grootste. We zijn bij het hoogste gedeelte aangekomen. En hier hebben ze allemaal. Oh nee, toch niet. Je hebt nog een hoog stukje. Hier hebben ze allemaal met ramen allemaal gedaan. Prachtig. Kijk hier nog. Eén trap omhoog, joh. Ik dacht dat we er al waren. En dit is het hoogste punt. Oeh. Hier kan je dus bungee jumpen of weet ik veel wat. Een fantastisch uitzicht over het strand en het water. Kijk hier. Fantastisch. Vette, zie ik echt een schepen hier. Prachtig. Ik kan bijna haast niet kijken. Zo, jongens. Echt prachtig uitzicht. Fantastisch. Fantastisch uitzicht. Even kijken. Dat we hier nog de andere kant even een stukje verkeer vullen. Fantastisch. We hebben hier het reuzenrad weer. Uitzicht. Af en toe voel je ineens even een paar druppels op je hoofd. Want het regent nog een klein beetje, mis het af en toe even. Maar dit is het fantastische uitzicht. Wat je hier op de toren hebt. En hier dus schitterend uitzicht op Scheveningen. Hier zijn ze dus een paar van die klikkingen die gaan jumpen volgens mij. Of weet ik voor wat ze gaan doen. Zo een gewaagd sprong maken. Ik doe het ze hier in ieder geval niet na. Ga je wat uitleg. Wordt dan kabels vastgemaakt. Is het wel iets gewaagds. Wel heel erg gewaagd. Op zich is het... Ik zou het zien, in ieder geval niet nadenken. Als ik een
niet zo'n vaag hals. Maar ja, als je het kunt doen, is het wel als het een gaaf is. Het. Kijk, je gaat helemaal daarheen, niet daar. Kijk. De deur gaat open. Daar gaat hij dadelijk hoor. Daar gaat hij dadelijk. Daar gaat de andere poort. 2, 1, let's go. En daar gaan ze. Ongelooflijk. Mannenwagenhalzen. Nou, ik heb uit Zierenschalm betrouwbare bron heb ik gehoord dat Ramon de volgende is. Oh, Ramon, nee. Ga maar. Veel plezier. Daar gaat dat niet meer door, helaas. Ik wens je veel succes. Geen het voor, zal maar zeggen. Geen het voor, helaas. Houd op het bij. Ik heb Ramon, ik heb gehoord dat Ramon de volgende is. Ja. Nou, Ramon, veel succes. Ja, nou, dat gaat nog helaas niet worden. Ik blijf wel even hier, als je het niet erg vindt. Ik heb geen hulp meer, maar het was nog niet een weggeven. Het geeft zo'n beetje eng ideetje. Nou, Kevin. Veel succes. Geen 30 euro uitgeven. Ik ga geen 30 euro uitgeven. Nee, dat vindt hij te veel, ja. Ik ga naar beneden, jongens. Nou, was wel een mooi uitzicht, hè? Ja, 2 uur. Ja, ik durf het wel, maar ik heb geen zin om 30 euro te geven. Ja, het is wel duur, ja. Ja, dat is wel. Het is wel een geluk om een gesprek te vinden. Het is inderdaad wel fucking duur, 30 euro, hé. Jeetje. Hi, Kevin. Goeiedag. Ramon gaat helemaal los. Ja, Ramon. Wow, zo, ik ga zo mijn bek. Ramon heeft weinig nodig om los te gaan, hoor. Ramon heeft heel weinig nodig om los te gaan. Zo, dan gaan we weer langzaam naar beneden. Langzaam naar beneden. Ik heb een mooi wezen, hè? Ik heb maar op zijn goede kantje wezen, hè? Er gaan er weer 2 trouwens. Er gaan er weer 2, jongens. Er gaan er weer 2. Ongelooflijk. Hoppa. Actie van Pulver. Ongelooflijk, hè? Ja, dat is wel graag om te zien, dat wel. Maar... Nou, ik zou het niet doen, hoor. Nee. Nee. Ik ga gewoon weg. Of 4 gaan er nog. Ja, voor mij wat buitenlanders. Stonden er helemaal geterie van, maar daar komen we niet uit. Naar beneden gaan is makkelijker als naar boven. Zoals gewoonlijk. Dus we zijn er alweer bijna. Een paar
paar trapjes naar beneden. Hoppa. Hoppa. Dus. We zijn al bijna. Echt een hele lompe beweging. Hoppa. Zo jongens. NL, gebruik een slechts beperkt toestel. Oké, het zal wel goed wezen. Ja, het zal wel goed wezen. Het zal wel goed wezen. Ja, ik denk dat het reuzenrad dan ook wel een eurotje of 30 is. Denk ik. Nou, ik heb inmiddels mijn ijsje. Mijn camera viel ineens automatisch uit. Maar kijk eens jongens, zo'n 5 euro. Een lekker ijsje. Ja, we kunnen wat die pakket halen. Dat is mooi, ja. Dat is een topje. Dat is super. Ja, we kunnen. Nou ja, ik zou van mijn Spanje niet uit als ik een ijsje wil. Het zou echt niet uitmaken. Ik zou pikken dat je helemaal goed zonder. En dan zit je gelijk weer helemaal onder natuurlijk. Nou, dan heb je hier nog een barretje. Gezellig. Oh. Ik dacht, hè, loopt hij nou met hetgene waar ik denk waarmee hij loopt, maar dat was niet zo. Nee. Helemaal goed, hè. Oh, hij liep met een plank. Ja, ik sta zo aan de kleren. Ik ga gewoon met een onzichtbare ijzer in de onzichtbare ijzer lippen. Onzichtbare ijzer. Ja, ik ga gewoon in de lucht maken. En mijn neus. Neus? Oh, heel mijn neus zit onder. Mijn neus is wel positief, hè? Oh, heel mijn neus zit helemaal onder. Slappetje om. Ja. Neus is wel positief, hè? Oh. Lekker hoor, voor 5 euro lekker een grote ijsje. Met 3 bolletjes, jij kon al duurder nemen, maar. Zo, ik zie helemaal onder, man. Nou, ik. Ik geef Ramon even de 5 minuten of fame. Ramon, hier heb je de camera. Is zo goed. En lul aan mijn 5 minuten. Wow. Ja, 5 minuten dat het is. Dat kun je vaststellen. Ja, dat is mooi. Ramon wel, ja. Ja, dat zijn meerdere mensen die dat ook heel goed zijn, maar. Ook mooi, hè. Ja, Ramon, wat vind je ervan allemaal hier? Ja, dat is inderdaad niet verkeerd. Hè. Het is weer zo'n goede ding, hè. Ja, dat is heel. Ja, ik vind het inderdaad. Niet verkeerd hè, deze dag. En ook gewoon, ik vind eigenlijk alles niet verkeerd. Gezellig. Ja, dat ook. Ik vind het ook gezellig en leuk. Hè. Dat is ook, niet goed. Sfeer. Ja, de sfeer is ook goed. Ja, dat is inderdaad niet verkeerd. Hè. Tentjes. Ja, eigenlijk is alles niet verkeerd hier zo eigenlijk. Alles is leuk hier zo, alles is goed. Oh, jij bent geld tevreden. Ja, ik ben inderdaad geld tevreden. Ja, ik zal niet zeggen met alles, maar wel deze dag waar we nou zijn. Is wel goed, zoals ik. Dat is niet verkeerd, hè. Met deze dag waar we zijn, daar ben ik wel groot tevreden mee. Hè? Dat was wel goed, hè. Nou, lullen. Ja, dat is mooi, hè. Lekker smaakt ijsje, moet kunnen. Heerlijk hoor, lekker zo ijsje. Ja, dat is niet verkeerd, hè. Ook mooi, hè. En ik neem aan dat jullie dat automatisch ook een goede dag vinden van vandaag. Dat is ook niet verkeerd. Dat is wel naar mijn zin. Ja, dat was en monsieur Kevinski denk ik ook wel vast wel automatisch. Dat is helemaal super. Af en een goed bunk. Ja, dat is mooi. Al ben je niet gek, maar wel goed, hè. Oude team voor. Moet je wat van denken? Ja, precies. Wat moeten de mensen doen? Een mooie actie gelijk weer. Hou het simpel, makkelijk. Ja, mooi. Hè. Ja, allemaal mooie shirtjes hier zo. Voor de eeuwigheid mee. Mooie kleding. Op, ja. Mooie kleding hier zo, hè. Dat is niet verkeerd. Hè. Dat is mooi. Dat is helemaal super. Nieuw. Allemaal mooie dingetjes. Niet verkeerd, hè. Het kunnen we beter weten, hè. En beter dat het is. Hè. Dat is super. Het kan maar beter wezen, hè. Toppie.
Helemaal topje, ja, ja, helemaal topje. Ook mooi. Je moet meer praten, Ramon. Ja, meer praten, hè. Als we maar zo'n goede dingen maar hebben, houd het simpel makkelijk, hè. We maken er weer een mooi dagje van. Nee, die weer super gezellig. Ja, het is weer een... Het is weer een heel leuk dagje vandaag. Het is lekker zonnig op dit moment. Dat is ook niet verkeerd. Maar we vieren alweer af. Ja, het heeft wel weer wat goed. Hè. Toen waren we alweer bijna buiten, maar nog een heel klein stukje nog. Hè. Dat is goed. Ja, het is inderdaad een mooi dagje. Ja, dat is niet verkeerd. Hè. Beter zo en bittertje. Hè. Het kan maar mooi wezen. De geur kom je tegemoet, la 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 la. Dat is mooi, hè? Dat is niet verkeerd, hè? Oh ja. Helemaal super, hè? Toppie. Helemaal super. Het kan maar beter wezen, ja, ja. Deze dagje zal sowieso geslaagd zijn voor iedereen in deze camera. Dat is mooi, hè? Ja, dat is inderdaad niet verkeerd, hè? Voor de mensen die deze video gaan bekijken en gaan bezichtigen, om aan de mensen even te laten weten, is deze dag is mooi geslaagd en niet verkeerd. Hè? Een duimpje is met duimpje. Ja. Moet ze doen? Wat moet ze doen? Ja, ze moeten ook vooral ook de duimpjes in dat omhoog doen als jullie deze vlog leuk vinden. Hè? En abonneren. Ja, en ook abonneren, ja. En dan wel op de enige echte Utrecht, hè, zoals we zeggen. Ja, dat is mooi, hè. Ook niet verkeerd, hè. Is helemaal super. Ja, dan hebben we hier nog mooie winkeltjes. Ja, even kijken. Oh, ondertussen zo. Een mooi winkeltje. Zo, ja, mooi. Niet verkeerd, hè. Iets bitters, hè. Koffieshot. Nee, koffierot bedoel ik. Koffierot, chocolade. Oh, ja, chocolade. Ja, dat is mooi, hè. Hé, hey, ijs. Een ijsje halen. een ijsje voor een mesje. Een ijsje voor het mesje. Helemaal goed, hè. Ja, dat heeft wel weer wat goed voor de verandering, hè. Zo doen we even. Oh. Wat doen we? Even een mooie actie gelijk. Ja, zo, even die, beetje zo, een beetje zo. Maar ja, alleen mijn winkel. Ja, cool, dat is wel. Helemaal goed, hè. Ik heb weer een beetje bezig, hè. En de McDonald's. En McDonald's, ja. Ja, McDonald's. En de McDonald's. Dat is mooi, hè. Dat is mooi, ja. Het kan me. Hier, collega's. Ja, collega's, ja. En Poppie, ja. Poppie, ja. Wel apart, Poppie, ja. Hun lekker werken, wij niet. Ja, mooi pas, maar. Helemaal goed, hè. Ja, heb je dat? Ja, heb je dat? Ja, oké, ja. Dat is mooi, hè. Helemaal super. Een heerlijk zonnetje. Dat is ook niet verkeerd. Ja. Is bitterzuur. Helemaal toppie joppie. Zo, ik zal weer even een beetje even anders weer vasthouden. Zo. Ga ik weer een beetje zo vasthouden. Weer, zo. Dat is mooi, hè. Als het maar smaakt, dan is dat maar belangrijk. Hè? Dat is ook wel best. Het scheelt alweer een hoopje. Lekker. Ja. Dat is ook mooi. Je hebt een paar restaurants. Ja. Helemaal super. Big Bell. De Big Bell, hè. Ja, fijn, hè. Rianne. Ja, kuch. Kuchje. Kucht je wel of kucht je niet? Het kan maar mooi wezen. En mooi dat het is. Ja, het is altijd mooi dag vannacht, hè. Helemaal super. Ja, ja. We zijn weer lekker aan het lopen. Ja. Ga ze op mijn bek. Dat is niet goed. Helemaal super. En van je 1, en van je 2, en van je. Ja, dat rekent wel, man. Ja, dat is voor je. De camera maar hier over. Dat gaat nergens even. Maar hij is nu bij Nop. Ja, soms gaat er erg zitten, maar soms zit hij niet. Ja, leuk, vrij mogelijk voor je kind. Yep. Oh, kan wel. Lila, Beatrice.
Mooi jaar, ja. Een koelhuis. Koelhuis, ja. Ik moet het niet vinden, dus we moeten even kijken. Ja, dat is koelhuis. Met eronder de crazy piano's. Ja, Ramon. Ja, dat is mooi, hè. Zo! Ging het goed? Wat? Doe je nou? Nee, ik deed niks. Ja, hij deed niks. Hij deed helemaal... Ga gewoon weg, ga gewoon dood. Ja, ga gewoon goed doen. Ga gewoon goed zien. Hier hebben ze ook weer wat gesloopt of weet ik voor wat. Ik weet niet meer wat hier vroeger gestaan heb. Ik kan me even niet meer herinneren wat hier gestaan heb. Oh, zo'n rug. Ik voel dat van mijn rug. Is het niet gek? Is geen iemand die wat hier zat? Nee, ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Ja, ook een winkeltje of zo, weet ik voor wat. Het zal allemaal wel goed wezen. Ook volgens mij heb je hier zo'n klein winkeltje gestaan met van die souvenirs. Als ik het goed had. Zo komt het eruit te zien. Zie je? Legoland, kom hier jongens. Legoland. Legoland? Ja, Discovery Center en... Dat is wel voor Jelle natuurlijk. En horeca, dat is wel wat voor Jelle. Jelle, in 2019 moet jij naar... Misschien weet je het al. Ja, misschien weet je het al. Maar in 2019 moet je naar Scheveningen gaan. Heb je speciale... Ja, heb je speciale Legoland World. Dat is wel leuk. Ik vind het wel leuk. Als het goed is, had ik nog ergens 50 cent en dan moet ik pissen ook. En wat probeer je allemaal? Nou hier hè, hier trouwens hé, hier ook, dit. Sea Life. Daar zo, de Sea Life. Was vroeger een zwembad. Oké. Heb ik nog gezwommen vroeger. Zwembad? Vroeger is dit een zwembad geweest. Ja, dat is ook niet verkeerd te maken. Ik maakte ervan van, dat sowieso een vroeger is dit een zwembad geweest. Ja. Omdat ik heb er nog gezwommen. Okay. Ah, dat is wel, echt serieus. Dat is wel mooi. En daar, ho. Daar, ho. Ja. Daar. Ja, daar. Hè. Daar was vroeger het buitenbad. Dat is wel een poging, zeg maar. Ja. Daar was het buitenbad vroeger. Dat is ook wel weer grappig. Ja, dat is ook weer nieuw. Ja, je moet het maar weten, hè. Ja, je moet het maar weten, hè. Ja, precies. Hè, wat zei ik? Nou is het ook een prijs dieren, zo'n dingen. Ja, precies. Nou, waar die vrouw nou loopt, dat was vroeger het buitenbad. Daar lag vroeger het buitenbad. Dan kon je in het buitenbad kon je zwemmen. Dus dat is allemaal weer, ja... Ah, hier hebben we toiletten. Nou, ik ga het even naar de wc toe en dan spreek ik jullie dadelijk weer. Tot zo! Zo, hè, ik ben even bezig pissen. 60 cent, was echt schandalig. Normaal is 50 cent, nee. Zij moeten ook die stront weghalen en zo. Stront weghalen? Ik heb zitten pissen. Ja, maar andere mensen niet. Nee, nee, Marieke niet. Ik heb tegen zitten plassen. Ik moet wel een beetje netjes gaan worden, daarom moet je. Ja, helemaal goed aan. Nou, weet je wat, dan mag jij voor de 80% betalen. Mag jij 80 cent betalen? Sorry. Heb je zo'n medelijden? Wie zijn het baas? Jij of die? Hij zei,
Wie zie je nou de snackbar, jij of ik? De snackbar. Wie zie je de snackbar, jij of ik? Gewoon naar huis. Waar wou je nog langer? Waar wou je nou nog meer naartoe dan? Nee, naar huis. Ja, we hebben toch wat gezien nou? Ik heb ook geen andere ideeën waar we nog niet mee heen zitten. Nee, daarom. Het is 4:30 al, hè? Geweest. Dus we gaan zo lekker naar richting huisie. Lekker zo richting huisie. We hebben in ieder geval weer even op de weer. Ja, we hebben in ieder geval een hele leuke dag gehad. Ik heb me in ieder geval prima vermaakt. Ja, ik hoop dat de andere twee het ook. Ja, zeker. Ja, het was echt gezellig, het was echt super. Ik vond het ook helemaal gezellig. Doen we vaker, gezellig. Lekker met z'n drie op stap. Ja, dat was helemaal super. Ja, en ik had eigenlijk niks. Totdat ik ineens bedacht bij mijn eigen van, joh, weet je wat we ook eens kunnen doen? We kunnen eens met z'n drie naar Scheveningen gaan. Dus vandaag. De volgende keer gewoon je pretparken, ja? Ja, volgende keer. Nou ja, oké. Gaan we nog even naar Duinruil. En de volgende rijden we toch langs. Of kunnen we er even langs 3-4 liter rijden we nog ook nog langs. De volgende keer, hè? Oh, de volgende keer gaan we naar pretpark. Ja, heb je dat? Ja, heb je dat? Oké. Okay. Ja, hoe klinkt als? Klinkt als. Hè? Klinkt als. Wat doen ze hem thuis? Hallo, zijn we weer. Nou, we zijn bijna weer bij het einde. Hallo allemaal. Hallo, fijn dat jij er bent. Ja, dat is mooi, hè? Daar gaan we helemaal nergens over. Nou, nee, we zijn weer bijna bij de auto. En dan gaan we zo weer richting Spijkenissen. Spijkenissen. Wat maar echt af. Ik heb het wel weer gezien hier in dat Den Haag. Scheveningen. Wat een mooie dingen in het oude Scheveningen. Dat is niet verkeerd gehaald, maar nou, we gaan zo weer. Ga zo weer even lekker terug. Ga zo weer even lekker richting Spijkenissen. Portretje langs. Hoi. Nou. Dan gaan we weer, jongens. Hier is het koffiehuis. Nou. Hoi, ja. Kevin, ja. Mark, Tuut weer zo lang hebben die gasten ook altijd. Ja hoor. Loop nou eens door, man! Godverdikke me! Nou, laat ik hem ook dus aan, zeg je dat niet? Ja, nou, ik liep gewoon door. Ja, je hebt een beetje schijt aan. Ja, ik heb overal schijt om. Als je in het ziekenhuis hebt, dan ligt er, dan heb je ook de schijt aan. Ja, daar heb ik ook schijt aan. Kom gewoon stront tekort. Zoveel schijt heb ik er al. Ik heb zoveel schijt. Kom stront tekort. Ja, een ziekenhuis helpje. Ja, is goed wel, Ria. Ja, kom maar. We gaan hier naar binnen. Zo. Hier, Whisky Friday. Nou, dat vind ik een goede vrijdag. Kijk, Whisky Friday. Nou, dat vind ik een goede, vrijdag, Whisky Friday. Of een goede instelling. Ja. Gewoon whisky op vrijdag, ja. Ook lekker. De Pasta Company. En pasta, dat is eten, joh. Voedsel without frontiers. Oh, weet je, gekke kassen, hè? Ik heb er gewoon... Ik heb er gewoon schijt aan. Ja, hij heeft rust rond aan. Hij heeft gewoon kakken. Gezellig hè, die Kevin, hè? Kijk, hij loopt helemaal voorop. Hé, hey, hallo Kevin. Wat fijn dat je ik wist niet dat je er ook was, jongen. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ja, wat fijn dat je er bent. Wat ben je toch een lekkere oude vent. Ja, vind je het ja. Ja joh, is dat zo? Ja, oké. Okay. Ja. 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 Het gaat helemaal nergens over, maar het is wel gezellig. Dat is het belangrijkste. Soms gaat het wel erg over. Zo, dan moeten we nog even langs die viskraam lopen. Dan staat ongeveer daar ergens staat die auto. Dus, loop
loopt nou gewoon door, hè? Ja, dat is mooi, hè? Ja, dat is ook mooi. Oh, je moet jongens ook alles uitleggen, hè? Je moet die gasten ook alles uitleggen. Ze snappen ook helemaal geen ene doel dat ik een heel mooi shot wil maken. Ja, dat begrijpen ze weer niet. Nou, jongens, ik zou zeggen... Oh, waar doen we de afsluiting trouwens? Misschien bij de... Waar doen we de afsluiting? Weet ik niet, kijk door. Nou, dan zeg ik gewoon van jongens... Ja? Ja. Nou, dan zeg ik... jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Ik moet even shotten maken zo. Ja, weet ik veel. Subscribe. Weet ik veel allemaal. Ramon, je staat er weer niet bij. Ik ben er. Oh, hier ben je. En tot de volgende keer. Nou jongens, ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrax voor leuke video's zoals deze. Ja. Dat is toch hartstikke gezellig. Ja, doe even een duimpje de lucht in en druk even op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of een livestream is. En dan bedank ik Ramon, bedank ik. Ja, dat is heel goed. En ik bedank monsieur Kevinski, bedank ik. Ja, nou, het was lekker. Lekker biertje gedronken bij Ramon. Ja, precies. Het was wel heel lekker. Dus, nou, in ieder geval allemaal bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende keer weer, hè. Ja, die komt zeker weten. Die komt zeker weten, want er komt nog... deze maand komt er nog Slagharen natuurlijk aan. Ja, maar jij dat is ook alleen, ontzettend leuk. Dus dat gaat allemaal wel goed komen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken en de groetjes. En jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedoe, bedoe. Doei, pet. En doe de groet aan je moeder. Want ze zal ze leuk vinden. Doei.